Welkom in Busleiden Atheneum Campus Pietsenburg. Pietsenburg is de school die het werkwoord denken heeft meegekregen. Dit wil zeggen dat ze proberen om kinderen in 6 jaar klaar te stomen voor verdere studies in het hoger onderwijs of aan de universiteit. Latijn, wetenschappen, talen en humane wetenschappen vormen de basis van deze campus. In de eerste graad heb je de mogelijkheid om je talenten en interesses te gaan ontdekken. Wiskunde, Nederlands en Frans zijn enkele van onze algemene vakken. Maar op Pietsenburg heb je ook nog de keuze aan levensbeschouwelijke vakken en ook nog aan seminaries. De seminaries zijn socioculturele activiteiten, Latijn, ICT, STEM en sport. Bij de les Latijn leren we veel over de Griekse en de Romeinse cultuur. We leren er ook teksten vertalen en dat helpt ons beter om andere talen onder de knie te krijgen. Bij ICT leer je vooral werken met een computer en programmeren. Naast gewone pc's en laptops werkt de school ook met Chromebooks. Al dit materiaal staat ter beschikking. Terwijl je bij STEM verschillende opdrachten en proefjes uitvoert in een labo, zo werken we aan onze onderzoeksvaardigheden en is er ruimte om te experimenteren. Tijdens de lessen SK werken we vooral in groepjes aan de realisatie van de SDG's. Pietsenburg is sinds 1953 ook een UNESCO-school en maakt dus deel uit van een internationaal netwerk van scholen, waarbij de SDG's of de duurzame ontwikkelingsdoelen een extra basis vormen voor de lessen. Onze laatste optie is sport. Hier maken we kennis met verschillende sporten. We sporten niet alleen in onze eigen zalen, maar gaan geregeld ook naar andere sportaccommodaties. De leerlingenbegeleiding helpt je ook bij je studieplanning of bij je studiemethode. Op Pietsenburg lopen ook leerlingen van Campus De Beemdenschool. De leerlingen met autisme die de A-stroom volgen, krijgen hier hun opleiding.